verder. 4 studies maar liefst. Natuurlijk internationaal bedrijfsleven, Shell. Kamerlid en fractievoorzitter van de VVD. Staatssecretaris en minister. Eurocommissaris. Toezichthouder. Bijzonder hoogleraar. Essayist. Denker. Wat willen wij nog meer? Heel hartelijk welkom, meneer Bolkestein. Zeer geachte dames en heren, goedemiddag. De commissaris vertelde u daarnet dat ik water zou willen hebben omdat ik uren zou spreken. Het was om u allen een beetje schrik aan te jagen. Ik ben absoluut niet van plan dat te doen. Een half uur is ruim voldoende. En ik probeer in het half uur van een paar dingen van gezond verstand te vermelden. Veel van de glorie van de Europese beschaving ontstond toen bevolkingen veel kleiner waren dan nu. Verder zijn sommige delen van Europa, waaronder de Randstad, op een onaangename wijze overbevolkt. En toch is de Europese krimp een slechte zaak. In de eerste plaats is het effect van een demografische achteruitgang op de economische groei negatief. Minder mensen produceren, ceteris paribus, minder goederen en diensten. Een tweede verschil is dat de Verenigde Staten innovatiever zijn dan de Europese Unie. De houding tegenover risico's is er positiever. Een derde verschil is de houding jegens de godsdienst, maar daar hoeven wij het vandaag, goddank, niet over te hebben. India en China halen de Europese Unie nu in wat betreft innovatie, zoals blijkt uit het aantal octrooien die elk jaar daar en hier worden geregistreerd. Europa heeft een tekort aan energie. Jaar na jaar groeit Europa's afhankelijkheid van ingevoerde olie en gas. Die afhankelijkheid is bovendien van instabiele landen en regio's. Het Midden-Oosten en Nigeria, in het geval van olie, Rusland, Algerije en Iran in het geval van gas. Een duidelijke energiepolitiek ontbreekt in de Europese Unie. Dat komt door de oneenigheid in zaken kernenergie, in het bijzonder tussen Frankrijk en Duitsland. Maar de bouw van meer kerncentrales is mijns inziens onvermijdelijk. Het alternatief van kolen levert te veel milieuproblemen op. Besparingen zijn heel belangrijk, maar zijn geen bron van energie. En de zogenaamde stromingsenergie zal slechts zeer ten dele aan de vraag kunnen voldoen. Wij zullen ons dus moeten voorbereiden op een groeiende mate waarin het externe proletariaat het intern proletariaat zal worden, met alle politieke en sociale onlusten van dien. Nederland en dus ook Overijssel blijven voor een ogenblik geïsoleerd van de energiecrisis door de beschikbaarheid van het Groningse aardgas. Maar ook die grondstof is eindig. Tegen de tijd dat de bodem in zicht komt, zal men hier in Nederland wel anders piepen ter zake van de kernenergie. Maar dan liggen wij wel ver achter op andere landen. Het is te hopen dat de TU Twente ons met die problemen dan zal kunnen helpen. Het is natuurlijk niet zo dat de Europese Unie niet belangrijk zou zijn. Het zou onzin zijn dat te beweren. Toen zij werd opgericht in 1957 had zij 3 doeleinden. De oorlogsschade herstellen, oorlog tussen Frankrijk en Duitsland voorgoed onmogelijk maken en de Sovjets buiten de deur houden. Ook voor Nederland is zij van zeer groot belang. Zeker door het succes van de interne markt, waar ik 5 jaar voor verantwoordelijk ben geweest. En toch ben ik kritisch over de EU. Ik geef een ander voorbeeld en dat is het Europees Parlement streeft naar eurobonds, euro-obligaties. Dat zijn Europese obligaties die de schulden van de slecht functionerende lidstaten als Griekenland, Italië, Portugal en Ierland zouden moeten dekken. Die zouden opgaan in die euro-obligaties. Dat is een slecht plan. Het zou die landen in staat stellen zich aan de markt te onttrekken. Terwijl die markt de enige instantie is die hen kan disciplineren. Afspraken worden verwaarloosd. Daar houden
die landen zich niet aan. Dat heeft het recente verleden aangetoond. Wat er dan overblijft om die landen te disciplineren is de markt. Maar als er een soort algemene deken overheen komt van euro-obligaties, dan lukt dat niet. Bovendien zullen die obligaties rente dragen. Wordt wel eens vergeten. Welke rente? Ja, een Europees gemiddelde. Dus dat is meer dan wat Nederland nu voor leningen moet betalen. En dat is dus geen aanlokkelijk vooruitzicht. Wat steeds weer terugkomt in de conversaties die ik met die leraren heb, is dat de leerlingen van nu, ook in de hogere klassen, weinig ambitie tonen, weinig belangstelling tonen. En ja, ik vind dat een soort uiting van decadentie. Maar het is wel een ernstige zaak, want het is de toekomstige generatie die ons land zal besturen. Kan de overheid daar iets in betekenen? Nou, dat gebeurt nu al. Ik sta hier niet om het regeringsbeleid te verdedigen. Maar jarenlang is het taboe geweest om aan de poort van de universiteit te selecteren. Dat weet ook iedereen. Selectie aan de poort, dat leidde tot een elite en dat mocht niet. Maar we hebben een elite nodig. Een elite, niet van geld, een elite van inspanning. En die ontbreekt. Laten we hopen dat de termen, de eindtermen, die nu worden bepaald voor einde van de basisschool en ook middelbare school, dat die strenger worden en dus meer effect zullen hebben, waarbij men nu moet beginnen bij de kweekschool, zoals dat vroeger heette. Heet die geworden de pedagogische academie, geloof ik. Ja. Want als die leerlingen een probleem hebben met breuken en niet kunnen spellen, ja, waar blijf je dan?